1. Nou, Justin en Patty namen ze al een tijdje in de studio. En daar hebben veel mensen mee te doen, dus jij ook. Dus wie ben je en wat doe je? Hey, ik ben Bart. Ik ben de producer van Jesse en de Patinamas. Oké. Nou, je zegt je bent producer, wat houdt dat precies in? Zorgen dat de band goede nummers heeft die we kunnen opnemen. Daar gaan we dan dit keer een EP van maken. Zijn we ermee bezig geweest. En zorgen dat goed op een cd komt te staan. Oké, nou, je bent de afgelopen 3 weken inmiddels druk bezig geweest met het opnemen van de band. Dus nou, wat heb je eigenlijk precies gedaan in die 3 weken? Nou, eigenlijk helemaal niks. Nee hoor. Wat ik heb gedaan, we zijn begonnen met de drums opnemen. Dat verliep best wel goed. We hebben in 2 dagen in het weekend hebben we alle drums opgenomen. En dat is er goed strak op gekomen. Nou, toen in die week daarna heb ik dat geëdit, dat het goed allemaal strak staat op de tel. En toen zijn we het weekend daarna zijn we de bas op gaan nemen. En alvast een deel van de gitaren. En die ben ik daarna ook weer gaan editen. En dan vorig weekend hebben we de rest van de gitaren opgenomen. En dat is allemaal heel goed gegaan. Oké, dus je kan eigenlijk wel zeggen dat je goed is bevallen. Ja, zeker. Oké. Nou, je zegt je bent producer. Ja. Heb je zelf het gevoel dat je echt dingen hebt kunnen toevoegen aan de muziek die de band maakt? Ja, dat heb ik zeker. Ja, voordat we met de opnames begonnen, ben ik in de oefenruimte met ze geweest. We hebben echt goed de nummers besproken. En hebben we gekeken echt naar lijntjes die werden gespeeld. Naar bepaalde fills in de drums, in baspartijtjes. Hoe dat allemaal er mooi op kwam. Dus en dingetjes aanpassen daarin. En we hebben ook een nummer helemaal omgegooid en een nieuwe refrein bijvoorbeeld geschreven. En dat soort dingen. Dus ik denk wel dat ik er wat aan heb toegevoegd. Oké, denk je dat je, als je hiermee klaar bent, dat je wel tevreden kan zijn met het eindresultaat? Dat denk ik wel. Ja, dat is wel de bedoeling. Oké. Nou, nog één laatste vraag. Misschien zoals je weet heeft Justin Bieber heeft zich onlangs uitgelaten over Anne Frank. Hij is in het Anne Frank-huis geweest en hij heeft gezegd dat Anne Frank ook wel een believer zou zijn. Wat denk je daarvan? Wat denk ik daarvan? Ik denk dat Justin Bieber wel een beetje gelijk heeft. Anne Frank, ja, dat is wel echt iemand die snel in dingen gelooft. Dus waarom niet in Justin Bieber? Oké, nou dan bedankt voor het interview en we kijken uit naar de opnames. Jullie ook bedankt.